Kan je dat voorstellen, dat de zijn teamlokes van draaiden gewoon een van de eerste boekingen en er stonden denk ik 3-4 man of zo. Ja, doedelzak! Doedelblok en estenzak. Moon! Ja, oké, ja. Hey YouTube! Tof dat jullie weer kijken naar een nieuwe aflevering van Die Bloknest van Enter Your Mind. Het is alweer de derde aflevering en we gaan in deze aflevering werken met een zangeres. Met deze zangeres hebben we al eerder gewerkt. Het was wel een paar jaartjes geleden, maar het was weer hoog tijd. Maar voordat we verder gaan... Doe even een duimpje omhoog als je deze video te gek vindt en abonneer op ons kanaal. En laat ons gelijk even weten in de comments waar vandaan je kijkt. Heel veel plezier met de aflevering rondom deze track, Diamond Heart. Check it out. Ik heb Diederik ontmoet in de Midtown in Den Haag. Dat is voor de mensen die dat niet weten, dat was een platenzaak. Daar kocht ik mijn eerste vinylplaten en daar kwamen eigenlijk heel veel grote hardstyle-dj's kwamen daar. En op die manier kwam je met iedereen in aanraking. En door de jaren heen heb ik daar jongens zoals Deepak, The Viper, Isaac, dan ook Dana, Luna, heb ik daar ontmoet. En je had één dag in de week en dat was donderdag. Donderdagavond en er kwamen alle nieuwe tracks uit. En ik kwam daar een keer en daar kwam je dan naartoe en dan liet je gewoon je demo horen. Als ik dan demootjes liet horen, zeiden ze van ja, te gek idee, maar ja, het klinkt gewoon niet. Je moet dit verder uitwerken en dan zei ik ja, maar dat kost zoveel tijd en ik heb daar gewoon niet de energie en het geduld voor om dat te doen. Nou, toen stapte er in één keer een jongen binnen. En dat was Diederik. Ik zeg dit is mijn demo aan de jongen die daar werkte. En eigenlijk zeiden de jongens van de Midtown tegen hem precies het tegenovergestelde als wat ze tegen mij zeiden. Van, ja, super, klinkt supergoed, maar waar gaat het heen? Toen had ik zoiets van, maar dan moeten we het misschien gewoon een keertje samen proberen. Want ja, als jij dat hebt en ik heb dat, hebben we samen misschien wel goud in handen. Ik kende hem niet, het was gewoon... Ja. Instant gewoon, ja, is goed, doen we. Dus ik heb hem uitgenodigd van, joh, laten we het samen afmaken. 2-3 dagen erna ben ik gewoon naar zijn huis gereden. Mijn vader me gebracht met computer en al. En hij woonde ook nog bij zijn ouders. En we hebben samen het nummer afgemaakt, pand is. En de dag erna was Cubase al, de eerste editie van Cubase. En Steve kende Deepak. En die heeft het nummer aan Deepak gegeven. En die zei, ja, boom, we draaien. We konden natuurlijk elk weekend draaiden we 2, 3, 4 keer. Dus we konden het ook gewoon draaien. Ja. En hoe vet was het als je gewoon tracks hebt die andere mensen niet hadden. En we hadden er gewoon schijt aan, weet je. We dachten gewoon, fuck it, we zetten ze gewoon op en we zoeken het wel. En de ene keer viel het gewoon heel goed. En de andere keer kwamen al die DJ's ons vragen van, what the fuck draaien jullie? Ja, toen kregen we wel het idee van, hey, weet je, als we dit nu gaan doen... dan zijn we wel die bloknesten van. Dus we moesten daar op een gegeven moment wel keuzes in gaan maken. Maar dat ontstond heel natuurlijk. Het was niet voorbedacht. Mijn eerste boeking, en dat was eigenlijk met Steve... dat ik voor de eerste keer echt draaide, was in Apeldoorn. Headhunters draaiden daar ook. Dus dat is best wel grappig om te bedenken hoe klein die scene is... en dat we hier 15 jaar later nog steeds zitten. Ook weer met Headhunters en met ons. En dat we nog steeds zeg maar, aan de top van de hardstyle zitten met z'n tweeën. Dus dat vind ik wel echt heel leuk. Kan je dat voorstellen, dat de Headhunters en Team Lokes van draaiden gewoon een van de eerste boekingen en er stonden denk ik 3-4 man of zo. We enter your mind. Ja, we zijn nu op weg naar de studio. Ja. Waar het een soort van begonnen is ook. Ja, hè? Godsamme. Echt. Hier hebben we onze eerste nummers... gemaakt. Nou, we zijn er weer. Ja, in het Dijkpark. Lang geleden. Park Studio. Ik ben heel benieuwd. Je hebt het niet meer gezien, hè, hoe het eruit ziet. Nee. Nee. Even kijken. Daar is hij. Hey. Ken je het nog? Ja, het is wel anders geworden hier, ja. Zo. Ja, hè? Ja. Helemaal verbouwd. Hier was het kantoortje. We hebben de boel gesloopt. Ja, ja. Wat is mij het meeste bijgebleven dat ze hier samen waren? Nou, eigenlijk dat ik er niet was. Denk ik, ja, ze waren natuurlijk toch veel aan het werk. Ik ging, als ik naar huis ging, dan
dan kwamen ze en begonnen ze hier. Of ze zaten in de andere studio, waar ze bezig. We konden gewoon s'nachts het volume vol aangooien. En er was niemand die aan het klagen was. Ja, dat is natuurlijk wel echt uniek. En daar hebben we zo een geluk mee gehad. Dat Diederik's vader de studio heeft. Want ja, daar heb je toch iets extra's wat een ander niet zomaar heeft. Ja. Dus dat was top. En helemaal in die tijd, want tegenwoordig kan je echt alles op je laptop. Maar in die tijd had je zulke computers eigenlijk. En dan, ja, wat ga je doen? Ja. Dan had je ook het geld niet voor om echt een grote mixer te hebben en zo. Diederik en Stefan hebben altijd energieke tracks gemaakt. Vanaf het begin af aan was het al gewoon eigenlijk... Als je een halve minuut luistert, dan weet je al dat het iets voor je is. Ja, we deden gewoon echt alles. Alles wat we konden om iets te bereiken. Ja. En nog niet eens zozeer een carrière, maar gewoon een vette nieuwe plaat. En daarna weer een vette nieuwe plaat. En uiteindelijk kwam een stukje carrière en het optreden en zo kwam daarbij. Ja. Natuurlijk wilde je dat wel, maar daar was je helemaal niet mee bezig. Je wilde gewoon vette muziek maken. Ja, ik was destijds 20 toen ik Diederik leerde kennen en hij was 15. Dus het was wel echt een soort van jonger broertje. Dus als je 15 bent, ben je nog heel naïef. En Steve die wist veel meer. Die had ook wel een beetje dat oudere broer effect op dat moment. Van oké, ik zou je misschien af en toe even moeten beschermen tegen bepaalde mensen of bepaalde invloeden. Want er gaat natuurlijk een hoop op je afkomen. Hoe Rock This Joint is ontstaan en een Freak On It. Ik denk dat Frank en Diederik samen wat afgesproken hadden. Zaten gewoon een beetje te kutten naar thuis, toen de tijd. Ja, en een beetje aan het klooien. En toen op een gegeven moment kwam Frank, hij zegt, ja, moet je eens luisteren. Je moet dat wat the fuck is dit, weet je? Zij probeerden in die tijd eigenlijk al een soort van eigen identiteit te bouwen. En ze volgden eigenlijk niemand anders. Ja, een beetje aan het spelen waren. Met muziek en gewoon deden waar we zin in hadden. En het was ook altijd wel te gek als er dan mensen kwamen. Zangeressen die kwamen of inderdaad de villain. Ja. Want we hebben met villain ook wel wat dingen opgenomen hier. Ja, Keep It Coming. Dat was de eerste, denk ik. We're going back in the day. Uh-oh. One of our favorite Deep Walk and Estefan tracks. Are we really doing this? Listen up. I don't know how old you are. Yeah, but right now we are playing like a classic of all classics. This one is going back to the year 2005, 2006. Holy shit! Let me do this. Keep it coming. Keep it coming. Ik vind het ook altijd wel gewoon mooi dat we met villain zo'n lange tijd muziek hebben gemaakt. En ook gewoon zo'n historie hebben. Ik heb ze denk ik leren kennen in de tijd van Dynamite. Dat was het label van die DJ Dana. Waar ze op releaseden. En die muziek die trok mij natuurlijk wel. En ik dacht van ja, die moet ik gewoon bij hebben. Dus toen heb ik ze eens een keertje benaderd. Heel onbeleefd. Om ze eigenlijk weg te halen bij een ander label. En ze bij ons het kentrekst te halen. Ja, Diamond Heart, de tweede track met Ruby Prophet. Ja, dat... Het is alweer even geleden, hè? Ja. De eerste track die ik heb gereleased als featuring van Ruby Prophet... is een dance track geweest met Audion. Ja, dat heeft eigenlijk mijn naam gezet in de EDM scene. En toen eigenlijk dat jaar kwam ook de topline Build This City uit. And we can tear it down. Build the City 2013, videoclip met de vlaggen. Ja. Ja, dat was de eerste keer dat we met haar samenwerkten. En toen vonden we haar stem al zo vet. Ja, klopt. Ja. En ze is door de jaren heen samen met haar vriend best wel druk geweest in de hardstyle scene. En wij werken normaal gesproken niet echt met toplines. Omdat we zelf heel veel van onze muziek schrijven. Maar dit greep ons meteen. Ruby die schrijft wel eens in de notities op de mobiel schrijft ze wel eens toffe titels voor nummers, voor toplines. En Diamond Heart stond daartussen en die sprak ons eigenlijk aan. En jij zei ook van ja, daar voel ik wel wat bij. Ja ik wil het wel puur voor de hardstyle gaan schrijven. Dus dan ben ik heel erg gaan kijken van wat past er in de hardstyle.
Nou, ik vind dat wij allemaal diamond hearts hebben. Hè. Gewoon echt vol met rijkdom. Hè. Daar komt het op neer. De hardstyle family heb ik het eigenlijk van over. Nou, daar is gewoon een beetje die middeleeuwse vibe hebben we eraan toegevoegd. Want dat vinden wij heel gruwelijk. Dan ga je natuurlijk kijken van wat kunnen we daarmee doen. Maar als je die akkoordjes volgt... Dat is een beetje... Ik dacht van als ik nou de beginakkoord... Dus de melodie die begint wel met die noten. En normaal zou die daar naartoe gaan. Maar ik denk, ja, dat is een beetje standaard. Dus ik doe nu... En toen dacht ik van, ja, dan, als we dan nog wat specialer kunnen maken... en dan het tweede gedeelte dat hij hem niet helemaal herhaalt... dan wordt hij nog wat leuker. En zo zit ik een beetje te kloten, dus dan... Zij zijn ook heel muzikaal, dus ik weet al van als we hun ooit iets gaan sturen, dan moet het wel gewoon echt heel goed zijn. Want ze maken zelf hun songs, ze schrijven, ze maken melodie, hun producties zijn insane. Dus ja, als wij met iets gaan komen, dan moeten we echt met iets goeds komen. Dus toen hadden we deze geschreven. Ik denk dat ik toch er wat dieper op inga op sommige teksten. En dan vooral in de hardstyle. En als je een liefdesnummer schrijft, niet opschrijven I love you and I want to see you again, maar waarom? Wil je diegene zien? En wat heb je met diegene meegemaakt in het verleden? En wat wil je met diegene meemaken in de toekomst? En daar mooie metaforen over bedenken. Toen hebben we ze als eerst naar die Blok en Estefan gestuurd. Ze staan gewoon bovenaan op ons lijstje van daar willen we echt een keer gewoon mee samenwerken. Alleen we vonden het heel vaak net te poppy, wat ik al zei. Maar deze, die raakte ons omdat hij viel op qua timing, qua sfeer en qua tekst. Paste dat wel echt bij ons. We voelden echt zo'n Keltisch moment daarbij. Ja, in de studio hebben we ook heel veel tijd gestoken om de sfeer en het karakter in het nummer te krijgen ook. Door bijvoorbeeld toevoeging van doedelzak. Een doedelzak! Zullen we gewoon een doedelzak gaan gebruiken? Waarom niet? Ja. Oké, gaan we. Zo, nou, we hebben dus gekocht wat we net hebben gevonden op YouTube. Een of andere... Celtic, maar echt een crappy plugin, maar de geluiden waren wel mooi. Doedelblok. Doedelblok. Estezak. Doedelblok en Estezak. Ja, nu is het tijd om gewoon de final vocal neer te gaan leggen. En dat willen we gewoon met z'n allen doen om de laatste puntjes op de i te zetten. Dus we gaan nu naar Den Haag volgens mij. Ja. Toch? Ja, toch? Let's go. We enter your mind. Maar hebben jullie de doedelzak gehoord? In de doedelzak? Nee. Ja, de doedelzak zit erin, hè? Ja. Ja. Die riffjes die erin zitten, ja. Ja, en die fluit, want jullie hadden ook iets met de fluit gedaan. Ja. Die vond ik echt heel tof. Ja, die zit ook onder de zang, hè? Ja, onder de zang. En die speelt eigenlijk een soort van tweede stem. Jullie hadden een demootje natuurlijk gestuurd. En nog een paar dingen dat we even opnieuw willen opnemen. Gewoon even goed, vooral dat tweede stuk. Mm-hmm. Ik denk dat we daar nog wel iets speciaals kunnen doen. Weet je, dat hij net even een andere twist krijgt, in die tweede breek. Misschien nog wat harmonies onder die... Ja. Erbij. Ja, dat is wel goeie. Harmonies ondergooien. Ja, want dan kunnen we dat ook in de opbouw gebruiken. En dan daarna die ad-lib er dan bijna een keer, dat je er iets van in staat. In dat stille gedeelte. Ja, ja. Dat wat daarna komt, ja. Dat we een change maken in de melodie, dat we daar een soort van ad-lib... Ja. Ja, dat is wel een goed idee. Ja, let's do it. Ja, let's do it. Ja, dat is tof. Dat is tof. Dat je... Ja, oké. Die eerste was goed. Die eerste dat je zo naar beneden ging. Ja, die was tof. Maar hoe pak je die eerste dan? Hoe pak je die beste? Ja. Die Falling Stars doe ik dan. Dus morning. Ja.
Valentine's. Ja, nou, als je dat dan doet, Octavia Hoger. Ja. Geen kopstem. Ja, precies, ja. Diamond hearts. Our souls are made out of glory. Hoor je nu ook alle instrumenten? Ja, nu het hebben we gezegd. Nu, ja. Je voelt je echt de ridder. Graag een antwoord, hè?